Een architectuurfoto maken kan bijna overal. Overal waar je omheen kijkt, zie je bijna wel iets tofs architectonisch. Maar hoe maak je daar een tof beeld van? In 6 stappen leg ik je uit waar je op moet letten en hoe je een mooie architectuurfoto kunt maken. Stap 1 is om een goede research te doen naar welk onderwerp je op de foto wil zetten. Stap 2 is het juiste materiaal meenemen. Stap 3 is op locatie de perfecte plek zoeken. Stap 4 is fotograferen en aanpassen. Stap 5 is je beeld goed checken. Stap 6 is het selecteren en nabewerken van je foto. In deze 6 stappen neem ik je mee hoe ik te werk ga. Ik ben Luc Buetker en ik ben architectuurfotograaf. Ik werk voor verschillende magazines en architecten en ik probeer in ieder beeld altijd een interessant en spannend beeld te maken. Met deze video hoop ik je te inspireren, zodat je zelf een heel tof beeld kan maken. Wat heb je al nodig om een boeiende architectuurfoto te maken? Natuurlijk, je mobiel en de laptop. Om research te doen naar het gebouw en de weersomstandigheden. Daarnaast heb je je laptop ook nog nodig om te kunnen nabewerken en je beelden te kunnen selecteren. Wat ook wel handig is, is natuurlijk een camera mee te nemen. Nou, het handigste bij architectuur is een groothoeklens. Zeker een voorkeur. Ikzelf kies voor de tilt-shift lenzen. Daar gaat altijd met de voorkeur uit. En al wel wat je zeker mee moet nemen bij een shoot, is een statief. Denk goed na wat voor gebouw je wilt fotograferen. Wil je iets nieuws of iets ouds? Loop gewoon een keertje door de stad heen en kijk wat je mooi vindt. Het belangrijkste is goede research te doen. Wil je een gebouw fotograferen, kijk dan goed of het toegankelijk is. Kijk bijvoorbeeld of je er binnen kan komen of dat je überhaupt wel met de weg naartoe kan rijden. Daarnaast is het ook handig om te weten wanneer wil je fotograferen. Zonsopkomst, zonsondergang of welk licht wil je hebben. Ga daarom goed kijken wat de stand van de zon is en welke gevel in de zonlicht zit of in de schaduwkant zit. Check ook goed wat voor weer het wordt. Het zijn allemaal zaken waar je rekening mee moet houden. Wil je met regen, wil je met zon, wil je in het licht, wil je in het donker. Je hebt talloze apps waar je goed kan zien wat voor weer het gaat worden. Het belangrijkste is daardoor goede research te doen. In het begin kost het ongelooflijk veel tijd. Maar hoe vaker je het doet en hoe meer je het doet, hoe beter je erin wordt. Ikzelf fotografeer met een full frame camera. Maar natuurlijk kan je het doen met elke camera die je in je handen hebt. Het voordeel aan een full frame camera in mijn opzicht is een grote dynamische bereik en een grotere beeldhoek. Eén ding wat zeker bij de architectuur niet kan ontbreken is een groothoeklens. Nou, we hebben hier de 15-35. Het voordeel hiervan is dat je echt enorm wijd kan gaan en ook toch ietsjes minder wijd. Dus eigenlijk een soort van groothoek zoomlens. Dus het voordeel van deze lens is zeker de beeldhoek. Dus die gaat zeker mee. Nou, de camera hier zit een 2405. Het voordeel aan deze is dat je een lekkere wijde lens hebt, dus lekker groothoek hebt. Maar door die 105 kan je nog best wel lekker inzoomen. Dus je kan best wel een gevel, een detail pakken of een gebouw als een geheel. Dus die gaat ook mee. Ik zelf fotografeer met een 24 mm tilt-shift lens. Dat is een van mijn vaste lens die in mijn tas altijd meegaat. Eigenlijk altijd op mijn camera zit. Dus ook die gaat mee. Eén ding wat niet kan ontbreken bij architectuurfotografie is een statief. Een statief is eigenlijk je plaats waar je eigenlijk gaat staan. Alles neerzetten en even goed rustig kan kijken naar het beeld wat je gaat maken. Dus zeker, ik fotografeer echt nooit zonder statief. Je kan lekker rustig kijken, lekker gemak nemen. Dus deze gaat altijd mee. Als je helemaal op locatie bent, is het zaak om de juiste plek te zoeken. Hou rekening mee met de richtingen van het licht, de richtingen van lijnen in het beeld en natuurlijk het gebouw zelf. Het gebouw heeft interessante hoeken, dus zoek de meest interessante hoek uit. Daarnaast is je voorgrond zeer belangrijk. Waar wil je dat de kijker naar kijkt? Wil je dat ze meegaan met een lijn naar het gebouw toe of juist van het gebouw weg? En wat is de functie van een gebouw? Wat wil je laten zien? Dat is zeer belangrijk. Als op de voorgrond lijnen naar het gebouw toe lopen, wordt je beeld versterkt. Het wordt interessant voor de kijker om naar het beeld te kijken. Dus dat is altijd top om te gebruiken. Het belangrijkste bij het fotograferen van zo'n groot gebouw is dat je natuurlijk wel heel het gebouw erop krijgt. Het topje van het gebouw mag er natuurlijk niet afvallen. Ja, ik heb een trucje. Ik gebruik de tilt-shift lens, maar ik kan ook ietsjes je camera omhoog richten en kan dan daarna weer goed zetten in Lightroom of in Photoshop. Dan krijg je alsnog een heel strak gebouw, want de lijnen moeten natuurlijk recht zijn en het gebouw valt niet om. Architectuurfotografie is eigenlijk best simpel voor mij dan. Ik heb eigenlijk gewoon twee standaard instellingen. ISO staat op zijn laagst. ISO 100 bijvoorbeeld. Als je camera tot 50 kan, dan ISO 50. Ik ga nooit hoger dan 400 en een uitzondering 800. Daarnaast mijn diafragma 8 of 11. Dan heb ik de perfecte scherpte van de lens en heb ik het beeld dat ik ook heel het gebouw scherp kan hebben. En daarna speel ik gewoon met de sluittijd wat het licht op dat moment toelaat. Als je even kijkt naar de perfecte positie voor het beeld, het lijkt dat het nog wel echt belangrijk is dat je echt wel met een stap naar links, naar rechts, naar voor en naar achter echt al een wereld van verschil kunt maken.
denk dat we nog even wat gaan verplaatsen. Het voordeel natuurlijk bij camera's is dat je een live view functie hebt, dat je heel gemakkelijk kan zien wat een stap naar links of naar rechts doet. Ja, ik denk dat we hier de perfecte positie hebben gevonden om een heel tof beeld te maken van het gebouw. Nou, het ideaal is natuurlijk al die waterpaslijnen die je kan aanzetten, gebruiken. Gebruik ze ook zeker. Je kan nooit altijd perfect waterpas zetten, maar kleine beetjes helpen. En dan kan je natuurlijk altijd nog een beetje later in je nabewerking goed zetten. Even kijken. Als je denkt een goede foto te hebben, kijk hem goed na. Is je foto haarscherp? Staat alles erop wat je erop wil hebben? En zo niet, maak er wel nog een paar. Want je bent nu toch, het is makkelijker om even een paar extra te maken dan een paar te weinig. Daarnaast, mocht je echt niet tevreden zijn met de setting die je hebt, kom een andere dag terug. Wellicht is het licht anders, de mensen anders en dan kan je een heel ander beeld creëren. De laatste stap is natuurlijk het bewerken en het selecteren van je beelden. Ja, het belangrijkste waar ik natuurlijk naar kijk is, staat heel het gebouw erop? Nou, één voordeel is, als het goed is, heb je daarop gelet tijdens fotograferen, dus hoef je hier daar minder op letten, want dat beeld klopt al. Dan is het eigenlijk nu vaak zoeken naar welk beeld heeft jouw voorkeur. En dan hebben we nu het toffe beeld gevonden die we gaan bewerken. Nou, bij bewerking let ik voornamelijk op naar de kleuren, de belichting van de lucht ten opzichte van het onderwerp. Je wil natuurlijk nooit dat de lucht helemaal wit is, je wil daar wel eigenlijk wat detail in hebben. Je wil kunnen zien dat bijvoorbeeld wolken is, we hadden best wat mooie kleuren, dus die wil je ook terug kunnen zien. En natuurlijk wil je niet dat dingen zwart zijn of overbelicht. Als je al deze stappen hebt gevolgd, dan moet er sowieso een tof architectuurfoto uitkomen. Wil je zelf aan de slag met architectuurfotografie? Volg dan deze 6 stappen. Stap 1. Research naar een interessant onderwerp. Stap 2. Neem het juiste materiaal mee. Stap 3. Zoek op locatie de perfecte plek. Stap 4. Fotografeer en pas eventueel nog aan. Stap 5. Check het beeld. Stap 6. Selecteer de beste foto en bewerk deze na. Ik denk dat je met deze stappen klaar bent om zelf te fotograferen. Heb je een vraag over stuurfotografie? Stel dan hier in de comments. Wil je meer video's zien over fotografie? Abonneer je dan nu op dit kanaal. Bedankt voor het kijken en veel plezier met fotograferen.